In alle stilte brachten de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken en minister Olsen van Defensie een bezoek aan de Oekraïnse president Zelensky. Niet eerder ontving Oekraïne zo'n hoge Amerikaanse delegatie. En de ministers keren nog deze week terug. Ja, hoe belangrijk is dit bezoek van deze Amerikaanse minister? Nou ja, het ligt al in het verlengde van het beleid natuurlijk, hè, met die grote steunpakketten die Amerika heeft toegezegd. Het is vooral ook een hart onder de riem natuurlijk voor Zelensky. Een erkenning ook van zijn positie en waar hij mee bezig is. Dus ja, ik denk dat het vooral een hart onder de riem is. Misschien zijn er wel bepaalde dingen afgesproken, maar goed, daar horen wij hooguit later wat van. Nou, $713 miljoen aan militaire hulp is er toegezegd. Klopt. Dat is een flink bedrag. Hoe lang kunnen ze daarmee door? Ja, dat is de vraag. Kijk, het komt bovenop een pakket wat al eerder was toegezegd, van ongeveer dezelfde grootte. Ja, dat betekent heel veel wapens die kant op gaan. Ja, en het is te hopen dat het er op tijd komt, hè, want dat duurt altijd even. Alhoewel de Amerikanen druk aan het invliegen zijn richting Oost-Polen. Er is bijna een luchtbrug ontstaan om dat spul daar allemaal te krijgen. Ja, dus het gaat vrij snel in Oekraïne zijn. Oh ja, en dan in de EU wordt er vandaag gesproken over een nieuw sanctiepakket. Ja. Zet zo'n beslissing vanuit Amerika en zo'n bezoek extra druk op de Europese Unie om snel met harde sancties te komen? Ja, deels toch wel natuurlijk. Want de EU kan dan als het ware niet achterblijven. Nee. Moet een beetje meebewegen. Ja, ik ben benieuwd wat eruit komt uit die sancties nog. Maar het is wel goed om die druk nog wat verder aan te schroeven, zeg maar, voor Poetin. Want we zien op dit moment nog te weinig beweging. Ja, mevrouw De Lange, wat verwacht u van, van het nieuwe sanctiepakket? Kijk, daar ligt de kracht van Europa. Hè? Wij zijn geen defensiereus, maar wel economisch heel sterk. Dus de Europese Unie zal met name zich moeten richten op die sancties. Er zijn al veel ongekende sancties afgekondigd, maar er moet meer. Ik denk dat er achter de schermen met name gewerkt wordt aan een embargo op het gebied van olie. Kolen is al gebeurd en eigenlijk is de lijn olie nu en gas zo snel mogelijk. Ik denk dat daar nu achter de schermen aan gewerkt wordt. Want dat gaat echt pijn doen. Europa door te betalen voor olie en gas betaalt honderden miljoenen dollars of euro's aan Rusland. Elke keer weer. Die zo de oorlogskast. Die zo de oorlog financieren. Ja. En daar moeten we echt zo snel mogelijk vanaf. Ja. Ons kabinet heeft daar in Nederland ook iets over gezegd afgelopen vrijdag. We willen ook dat embargo. Ik denk dat dat heel goed is. Want die druk vanuit Nederland gaat ook helpen om die discussie in Europa in gang te brengen. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk dat er zo'n EU-sanctiepakket komt en dat het een beetje zwaar is en zoden aan de dijk zet. Maar wat is de endgame? Waar gaan we dan naartoe? Want hij stopt natuurlijk niet zomaar met die oorlog. Nee, het endgame wordt natuurlijk voor een belangrijk deel ook in Oekraïne bepaald. Door deze hulp zal Oekraïne beter in staat zijn zich tegen de Russen te weren. Het is de vraag of de Russen dan ook gaan slagen in hun doelstelling de hele Donbass te veroveren. Dat ligt deels aan de Russen zelf, omdat ze hun zaakjes nog altijd niet goed op orde hebben. We hebben al wat reorganisaties gedaan, wat versterkingen. Maar de basisproblemen zijn eigenlijk nog niet weg. Ja, en met het wapenpakket wat er nu aankomt, ook vanuit Nederland, met die panzerhauwitsers. Ja, gaat Oekraïne best wel goed in staat zijn om die Russen tegen te houden. De vraag is dan waar dat eindigt inderdaad. Ja. Ik denk dat de Oekraïners nog niet in staat zijn om de Russen van hun grondgebied te verdrijven. Daar moeten ze echt veel sterker voor zijn. Maar de Russen zijn waarschijnlijk niet sterk genoeg om nog veel meer vorderingen te maken. Dus je hebt kans wat betekent dat dan? Een padstelling ontstaat. En hoe lang duurt zoiets dan? Dat kan heel lang duren. Want dan kom je op een gegeven moment uit op de vraag hoe lang blijft Europa en Amerika Oekraïne steunen? Want op een gegeven moment houdt die padstelling anders op. Ja. En hoe belangrijk is 9 mei als datum? Hè? Want er wordt gezegd dat is eigenlijk de dag van de overwinning van Rusland in de Tweede Wereldoorlog. Ja. En Poetin wil per se resultaat voor die 9 mei. Heeft hij niet zelf gezegd, maar dat wordt om hem heen wel gezegd. Ja. Er zijn meerdere bronnen die dat melden. Maar inderdaad, kijk, de 9 mei is eigenlijk de belangrijkste feestdag in Rusland vanwege die overwinning op Nazi-Duitsland. Het is een dag van vaderlandsliefde, patriotisme. Wordt altijd gevierd met grote militaire parades en vertoon. Het zou natuurlijk prachtig zijn als je dan ook een grote prijs kon laten zien, bijvoorbeeld Mariupol of de Donbass. In plaats van dat je eigenlijk moet constateren dat je nog niks te melden hebt wat winst betreft. Maar is er een kans dat hij iets te melden heeft op 9 mei? Nou, de kans dat Mariupol valt is wel groot. Dat is toch al gevallen? Of snap ik niet goed? Ze hebben dat gevallen verklaard, laat ik het zo zeggen. In het centrum zit nog steeds die Azovstaalfabriek. Wat eigenlijk toch wel een beetje een fort is.
Heel moeilijk in te nemen. Daar zit ongeveer 2000 man aan, aan militairen en waarschijnlijk nog zo'n 1000 burgers. Heel veel kinderen, hè? Ze geven die beelden niet toevallig vrij natuurlijk. Maar je ziet dan echt die militairen terugkomen en snoepjes uitdelen aan die kinderen. En dan denk je, ja, die kinderen die zitten daar als ratten in de val. Ja. Dus het is ook echt een enorme image war geworden. Het is een beetje hard als je dat ziet. Ja. Wat ze gedacht hadden is dat die militairen zich omsingeld en al rustig zouden houden. En dat ze konden uithongeren als het ware. Maar die militairen blijven schieten. En dat betekent dat de Russen daar iets aan moeten doen. En dat betekent ook dat ze nog niet voldoende troepen kunnen vrijmaken om bijvoorbeeld naar het noorden richting de Donbass te trekken. Dus dat is voor de Russen gewoon een probleem. En zou dat dan nog een verdere escalatie teweeg kunnen brengen omdat hij dan toch op 9 mei iets wil laten zien en het dus met zijn troepen aan de grond niet redt? Ja, het zou heel goed kunnen dat hij de boel plat bombardeert, ja. Ja? Dat zou heel goed kunnen. En dan? En alles wat erbij zit, hè? Ja. Nogmaals, daar zijn kinderen, dus ik vind het ook goed dat eindelijk de VN zich laat zien. Ja, ik heb me echt verbaasd dat niet gebeurde. Ja. Want dat is aan de VN, om te zeggen van, beste mensen, dit kan niet. Ook binnen een oorlog gelden nog bepaalde regels. En dan moet je humanitair gezien de gewonden, de kinderen, de burgers hier laten vertrekken. Het lastige bij de VN is natuurlijk ook dat de VN eigenlijk verdeeld is. Ja. Als je die stemming hebt gezien in de algemene vergadering over het afkeuren zeg maar, van de Russische invasie in Oekraïne. Dan heeft hij uiteindelijk die resolutie het wel gehaald. Maar er waren een heleboel landen die zich hebben onthouden van stemming. En een aantal bekende suspects zeg maar, die tegen hebben gestemd. En wat verwacht u dan van dat bezoek van VN-baas Guterres? Toch wel dat hij druk gaat uitoefenen. Hij gaat Erdogan natuurlijk verder aanmoedigen om door te gaan met wat hij aan het doen is. Dat is belangrijk voor Erdogan. En druk uitoefenen op Poetin met name. Ja. We zijn er nog tot 10 uur. Straks praat ik verder met CDA-Europarlementariër Esther de Lange. Want wat betekent de winst van Macron voor Europa en de oorlog in Oekraïne? Blijf kijken dus naar het NOS Journaal met Malou Petter.